Ik ben wel heel verantwoordelijk, zeker sinds ik een kind heb. Maar ik ben van de andere kant ook wel heel erg impulsief. Nou, kan ik zo niet even bedenken. Het zal niet iets heel gek zijn, want dat ben ik ook weer niet. En alles bij elkaar genomen, toen besloten van ik ga daar weg en ik begin opnieuw. En dat heb ik ook gedaan, dat is ook heel goed gelukt. Totdat een collega zei van waarom ga je eigenlijk niet in Heerlen wonen? Ik zei, in Heerlen heb ik echt nog nooit aan gedacht, nog geen seconde. Dus die collega die heeft mij in een paar middagpauzes in de auto rondgecrossed in allemaal buurten in Heerlen. En ik was zo ontzettend verrast, dus ik was gewoon helemaal om. Ik zocht het geluk en vond het in 1000 kleine stukjes. Dat ik misschien vroeger iets meer dacht dat het in grotere dingen te vinden was. En dat is totaal niet zo, nee. Mijn ouders zijn heel belangrijk voor me, mijn dochter natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, en dat inderdaad hier alles binnen handbereik is en dat ik... Ja, inderdaad, een heerlijk tuintje heb en een zalig huis. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje burgerlijk. Ja, ik hou gewoon van hele kleine, tuttige dingen. Ja, het is gewoon zo. Ja, vind ik heerlijk. Mensen denken natuurlijk meteen aan de junks en alle dingen die dan niet leuk zouden zijn. En dat is echt heel jammer. Want natuurlijk is Maastricht een hele charmante Bourgondische mooie stad. Maar geef mij maar Heerlen. Ja.